Aan het station van Tilburg Universiteit werd dinsdagochtend onder het genot van een gebakje en een kop koffie de opening gevierd van het vernieuwde pad richting de Universiteit van Tilburg. Roel Laurier was aanwezig om iedereen toe te spreken, maar ook om de langslopende studenten een gebakje uit te delen ter ere van het nieuwe pad. De weg was voorheen een kronkelweg en werd niet erg veilig bevonden. Nu zorgt het pad voor meer veiligheid. Het is sowieso een stuk schoner geworden. Het ziet er veel beter uit. Het geeft een veel beter gevoel. Het is transparanter. Je kunt veel meer voor je uitkijken. Alles is beter onderhouden. Het is betere verlichting. Dus het totaalplaatje oogt een stuk beter. En het geeft ook veel veiliger gevoel. Net ook met een paar studenten gesproken die hier elke dag gebruik van maken. En die zeiden ook van ja, dit is een stuk beter. En s'avonds ook vooral voel ik me een stuk veiliger. Niet alleen dat je gewoon dus allebei de kanten van het uiteinde van het pad kan zien, maar er zijn aan allebei de kanten zijn er struiken aangelegd. En waar de openingen zijn, er zijn er nou lantaarnpalen. Waardoor je goed overzicht kan houden van oké, wat speelt zich af in het pad. Dat is vooral vroeg in de ochtend wanneer het donker is, maar ook vooral s'avonds wanneer er gewoon weinig mensen zijn, heel erg belangrijk. Meer voor onze vrouwelijke studenten hier dan de mannelijke. Omdat die toch in het verleden wel eens mis is gegaan, dat ze mee worden getrokken of wat dan ook. Nou kan je tenminste wat veiliger voelen, je weet wat er zich afspeelt. Het pad zal volgens de planning 26 april af zijn. Maar nu, 3 dagen voor de eigenlijke verwachte datum, ligt het pad er al volledig bij. De mensen en de mannen die eraan hebben gewerkt, hebben heel hard gewerkt. En ook een partij als ProRail, die heeft heel hard gewerkt. Want vrijdag zagen wij dat het hekwerk verouderd was. De week erop hebben ze gewoon nieuwe hekwerk geplaatst. Dus in een week tijd hebben we samen met hen ook een stap vooruit gezet. Nu is het pad definitief in gebruik genomen en wordt het al door veel mensen gebruikt. Als de bomen in bloei staan en de struiken wat groeien, dan zal het een aantrekkelijke weg richting de universiteit worden.